Zo joh, ik heb... Mijn maag begint echt te knorren joh, dat is niet normaal. Je hebt net gegeten? Ja, maar... dat gevoel... Kijk, als je koffie hebt gegeten... Dan ga koffie je... hebt gegeten! Dan van... Koffie hebt gegeten! I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Yo, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Ik ben deze keer niet met Robin. Maar ik heb ooit gedaan buiten de vorige opnames om. En dat is namelijk, ik heb een nieuw dier gevonden. Fucking chill. Het is echt, volgens mij is het een speciaal dier. Het is 1.12 waar we nu op zitten. Jullie zien ook een mooie minimap bovenin. Maar daar gaan we het later over hebben. Als ik dus nu weer verder loop naar ons hek. Of door ons hok een vorige keer hebben gemaakt. Zie je hier. Hey! Yo! Mag dat? Sinds wanneer kunnen nee, dieren dat doen? Geavanceerde dieren kunnen dat. Oké, jij bent een geavanceerd. Nee, dit is William. William doe ik heel veel livestreams mee. Check dan ook even Twitch. Jullie zien nu trouwens als logotje en als naam staan Jesse. Dat is mijn nieuwe naam. Maar jij bent heel goed met automatische shit, hoorde ik. Yep. En dat is echt super awesome. Want Robin was dat ook. En nu hebben we er twee. En jij bent nog geavanceerd. Jij bent niveau 2 Robin Jordan. Dat is super tof. heb je eten trouwens? Nee, hè? Nope. Ga ik jou gewoon wat kippies droppen. Als het goed is heb je een key. Ja. Yep. En wij doen altijd aan het begin van de aflevering gaan we een key doen. Dus ik zeg let's go. Alright. Dan mag jij van mij eerst doen. En jullie kunnen trouwens ook gewoon de gameplay van Billy zien. Moesten we serieus een heel rondje lopen voor dit? Ja. Is zien dat het krijgt, hè? Vind je het nice uitzien trouwens? Ja, dat is wel echt nice. Dit wel lang. wat heb je? Nice! Fucking chill voor villetjes later. Ik ga het ook proberen. Dat is handig voor mij! Block of redstone. Alsjeblieft. Eentje maar. Ja. Dat is inderdaad zeer spijtig. Ik kan net niet doen. Zoals je ziet hebben wij dus nu dit huis. Dit basic huis hebben we snel gemaakt. Maar ik ga je even gewoon een korte rondleiding geven. Zoals je hier ziet dus de cacao farm. De wheat farm. Wat potato of wat wortels. Hier nog wat sugarcane. Maar dat wordt natuurlijk aan jou ligt allemaal automatisch. Melons. Als we naar binnen gaan, komt u naar binnen. Hier hebben we gewoon furnissen, bedjes, want ik ben er wel van. Dit zijn speciale stuff wat we nu hebben gevonden. En hier gaan we naar beneden, want dat is onze chest room, daar was ik mee bezig. De vorige keer, ik vond het best nice op zich al. Nou, dit gaat... ook automatisch uiteindelijk worden. Hier gaan we naar beneden. Dit volgt vanzelf, dat is gewoon naar beneden is. Man. Dat is een man. Maar super chill dat we gewoon een normale trap hebben, zeg maar. Ja, wel. De hokken dus. Ik probeer hier dus alle beesten in te houden. Dat vind ik wel makkelijk. En hier, deze moeten nog verplaatst worden in de hokken straks. Dat doe ik straks dan wel even. Thanks. Wat wel belangrijk is, en wat ik je eigenlijk wil vragen, is... Je ziet het huisje al. Ik krijg er al een beetje een zip gezicht als ik er naar kijk. Zullen we wat hout verzamelen en deze upgraden? Ik denk het wel. Laten we ik zie hier wel sprucewood, oakwood en birchwood hier in de rondom areas. Ik heb hier 64 oakwood logs en 28 birchwood logs en de rest is planks. Dus we kunnen beter gewoon nog even een stack birch en een stack spruce halen. Gewoon even wat hout hakken, hè? Als jij dan heel veel mij wacht, dan haal ik eventjes een... Een mooie nieuwe recipes unlocked. Ja, dat is de nieuwe advancements. Ja, daar weet ik dus helemaal niks van. Kan je daar wat over vertellen? Oh ja, dat is de achievements zijn veranderd aan advancements. Dat je ook gewoon met editing van bijvoorbeeld mensen die custom maps maken. Terwijl hak ik wel even een beetje wat hout, hè. Die kunnen dat dan editen en kunnen zelf achievements eigenlijk maken. Dus je hebt niet de standaard achievements meer. Dat is in het begin toch wel... Ik hak ook even de koe in de emojis. Kun je niet beter bewaren. Oh, daar heb je ook een jungle verderop. Oeh, dat is chill. Heb je ook jungle wood nodig?
Ja, maar jungle wood kun je heel veel gebruiken voor craft of een kisten en zo, omdat dat hout zoveel is in die bomen. Ja, heb je gewoon heel zo'n boom liggen en heb je al die kisten die je kunt maken. Ja, oké. Okay. Dan ga ik deze eventjes. Oh, ja, efficiëntie, man. Ik zie jou gewoon op de map nu, dus dat is super chill. Ja, daarom heb ik ook deze mod. Ja, jullie zien dus ook daarom, we hebben nu een mod. Ik hoor het. Ja, gelukkig heb ik creeper damage uitstaan trouwens. Oh, je hebt dat uitstaan. Ja, je krijgt wel pijn, maar het is niet dat de explosie daar is. Geen explosie gehad. Zo joh, mijn maag begint echt te knorren joh, dat is niet normaal. Je hebt net gegeten. Ja, maar, dat gevoel, kijk, als je koffie hebt gegeten, dan ga je... Koffie hebt gegeten. Koffie hebt gegeten! Goed bezig! Als je koffie hebt gedronken, dan heb je soms wel eens dat je maag gaat knorren, omdat die dan, zeg maar, dat door het eten groeit ofzo. Het is een hele rare theorie, want dan gaat je... Au. Het is niet dat je een scheet laat, maar je hebt wel hetzelfde geluid als een scheet, zeg maar. Ken je dat? Dat het dan gaat borrelen onderin. Wat heb je een rare uitleggen? Nou ja, dat... Nou ja. Laat maar zitten. Meer is niet verkeerd, zou ik zeggen. Nee, ik kan zo er wel bij halen. Vind ik geen probleem. Zo joh! Dikke boom! Het is wel makkelijker hier om te farmen. Dan ben je dit maar. Dan zal ik het huis verbouwen, denk ik, verder. Ja, ik kan het wel, maar ik doe er wat super lang over, dus ja. In principe moet het huis toch niet groot zijn? Of ligt het aan mij? Nou ja, ik wil het uiteindelijk super hoog hebben. Ik wil eigenlijk heel veel dingen in het huis laten lopen. Iets hoog, maar niet toch breed of zo, dat moet toch niet? Nee, breed hoeft hij eigenlijk helemaal niet. Nou, één ding ben ik al heel aan het veranderen, de framing van het huis. Oftewel al die steunpalen en zo. Ik vind het prima. Doe wat je niet laten kan. Ik kan hem best mooi maken, maar dan ben ik echt uren bezig. Dus. En als jij een expertise daarvan hebt, dan vind ik het alleen maar fijn om andere mensen dat te doen. Ja! Ik vind het ook een heel mooi huisje aan de voorkant nu. Ja, ik ben er nog mee bezig. Ik heb er wat voor je. De vloer van deze vloer moet omhoog. Dat is dus de vloer. De bovenste deze vloer. Ja, je mag ook even volledig weghalen als je gewoon die palen aan de randen laat staan. Ja, ik ga eigenlijk gewoon redesignen, want in principe het huis heeft geen framing en de hout en cobblestone is denk ik geen goede combinatie. Oké, dan heb ik hier. Dit dan doen, dan dit hier. Dan dit. Nou, het is toch weer wat extra's. Ik vind cobblestone oké, maar ik denk dat ik niet alleen maar cobblestone ga doen. Ik ga ook wat stone doen. Ik vind het goed. Als ik geen glas heb, ga ik dat voor je regelen. Ik heb wel zand, dat kan ik alvast gaan. Zand maken is ook altijd zo makkelijk, jongen. Dat zeker, dat zeker. Dan wat walls pakken, wat spruce wood slabs. Hier. Oh, dan moet ik even braden voor je natuurlijk. Goedemorgen, Jesse. Dus even kijken. Zo. Alle rechter furnissen. Die kan je gebruiken. Ik heb hier wat voor je. Om nog te dikken. Dit weer tegen normaal worden. Varken, ik ga je opsluiten. Twiste, ik ga je heropsluiten. Dit ziet me niet even uit. Ja, planten dit ook nog. Kom maar. Kom maar, varken. Ja. Ben jij een dik varken? Ik plant net deze bij, maar dan kom ik erachter dat ik deze ook moet. Oh, nu hebben we natuurlijk dat zadel. Met dat zadel kan ik natuurlijk dat paard bereiden. Maar ik vind het wel een mooie plaats om gewoon paard op te laten. Dat lijkt me wel gaaf, om een paard gewoon hier midden te laten. Ja, maar misschien niet op een verhoging.
Nu is het een beetje een square geworden hier. Dat vind ik wel nice. En straks kunnen we aan deze kant... kunnen we eventueel filletjes plaatsen. Dat zou wel nice zijn, dat we hier ook gewoon filletjes kunnen gebruiken. Maar dat komt later wel. Dit wordt nu ook de ingang waardoor we naar binnen kunnen. Zo. Even kijken, heb ik dit nodig? Dan moet ik even henkies maken. Oké dan. Ik heb niet heel veel kip meer, jij wel? 3. Ik heb nog 2. Ik heb dat vlees ook nog voor jou, als je wilt. Nee, we hebben nog genoeg vlees beneden. Zo. Hoppakee. Huis. Ga ik nog even... Huis is al lang weg, hoor. Zeg je? Nice. Ik hoor opeens jou zeggen huis. Nee, nice. Oh, ik verstond huis. Dat kan ook. Dat is al lang weg, hoor. Er is iemand heeft de zin om te eten, hoor ik. Eten, hoor ik opeens. I need dirt. Ik pak al die stenen op die jij hier dropt. Ik denk ook even wat toortjes extra moet gaan maken, want een beetje op te lichten. Ja, overal. Niet zomaar die beesten kunnen komen. Maar gewoon Uko überhaupt hier in de kistkamer. Ik heb hier wel wat stokjes, hier. 18. Oké. Okay. Waarom stonden hier zoveel totjes rond? Ik vraag me niet waarom. Oh, wat? Oké, ik dacht al, hier heb ik iets fout gedaan. Ja, blijkbaar. Oh, je had nog van die slaps, toch? Welke slabs? Ja, die ik moet zakken. Oh, die zit in de kist nog. Ik heb zelf 64. Zie ik net. Ik zie ook dat ik al een heel hoop aan... ook goed slabs heb, maar ik ga liever blokken gebruiken nu dan... hier al. Ik heb even slapen, heb ik mijn... Zo. Spawn point gezet. Zo. Gewoon een vet met een torch. Nice. Gewoon even op te lichten. Hoppakee. Maak ik er wat moois omheen. Zo. Ik weet niet wat het is, maar ik heb zo meteen een soort van monument gemaakt, denk ik. Oh, met die slabs kan ik wel eigenlijk wel iets doen, eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, met die slabs die van de muren en zo, kan ik wel iets mee doen, hoor. Nice. Ik ga nog even die cacaobonen weghalen. Als ik die weg heb gehaald, dan gaan we even kijken hoe het met het huis ervoor staat. En dan denk ik dat we gewoon de volgende aflevering gaan minen en dit verder gaan bouwen. Hoppakee, ik heb 64 cacaobonen. Ik ga even wat graan weghalen. Ik zie wortels. Ik heb nog extra wortels. Oké. Alright, nou ja. Ik heb nu zowel alles gedaan wat ik nu eventjes wil gaan doen. Ik zie dat jij echt een fantastisch mooi begin hebt gemaakt. Mooie zijkanten. We hebben een square, we hebben een restyle van het huisje. Daar zijn we aardig mee bezig. We hebben de kies geopend, leuke dingen gekregen. Ik vond het echt een super leuke aflevering. Ik hoop dat jij het ook vond. Sowieso. Nou ja, jullie zien gewoon de volgende keer voor ons weer een aflevering. Wij gaan nu namelijk nog een aflevering erachteraan doen. Dan gaan we namelijk de andere dingen doen. En dan checken jullie ons met de volgende aflevering. Dus mensen, kunnen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken hierbij als je het niet hebt gedaan. Check ook even Twitch.
check William op Twitch ook eventjes. Donkere Nacht zit eventjes in de beschrijving straks. En William wil daarvoor meedoen. Geen probleem. Bye bye. Later. 1, 2, 3. Fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you.